Ik ben dus Hans op de Beek, ik ben beeldend kunstenaar en ik werk multidisciplinair. Dus het leeuwendeel van wat ik doe is sculpturen, beeldhouwwerk, grote constructies, installaties, ruimtelijke werken. En daarnaast maak ik ook vrij veel film, animatiefilm, theater en sinds recent ook opera. De rode draad is eigenlijk altijd een soort van reflectie over het mens zijn, over ons leven. De moeilijkheden die we ondervinden, het opgroeien, de groeipijnen, het ouder worden en ook natuurlijk de sterfelijkheid. En hoe kunst daartoe ook een soort van middel kan zijn om zich getroost te weten. Dus ik hoop vaak dat wanneer ik een grote installatie bouw, dat mensen daarin kunnen gaan zitten en dat ze daar een rust en een kalmte, een sereniteit in vinden die uitnodigt om na te denken over de dingen, maar ook een soort van tijdloos moment te beleven. Ik heb grote installaties gebouwd, zoals de Collector's House. Dat is een installatie van 250 vierkante meter. En het zit vol met onlogische details en vrije associaties. Omdat je op die manier een wereld creëert die de complexiteit heeft van de werkelijke wereld ook. Dus dat improviseren zonder een duidelijke rationele verklaring als een onderdeel van het realiseren van een kunstwerk vind ik ongelooflijk belangrijk. Toen ik nog student was, eind jaren 90, aan de Rijksacademie in Amsterdam, heb ik altijd een fascinatie gehad voor de carousel. Als een soort van wanstaltige, gigantische, slagroomtaartachtige constructie, waarin vermaak wordt geanceneerd. En er is altijd iets droevigs aan een mechanische constructie die gemaakt werd of bedacht werd door de mens om zichzelf te entertainen. De carousel is volledig monochroom grijs en heeft daardoor iets heel versteend qua gevoel. Alsof het een volledige betonnen, stilgevallen element is. Maar de feestelijkheid van de details is echt wel, heeft te maken met die vrolijkheid, die zoete herinnering die ik ook aanwezig wil maken. Dat is interessant aan het concept van trauma, is die idee dat hele brave of afgeborstelde ook kan kantelen in wat verborgen gehouden wordt of wat eronder zit. Hè. Ook het verleden dat onder zo'n stad zit, hè, dat niet altijd even fraai is. Daar is heel veel doorheen gegaan. En die kanteling is in feite ook wat je hebt in die carousel. Hè. Je hebt de schoonheid, het charmante, de ornamenten. En tegelijkertijd spreekt het toch ook over de dood en over de wezenlijke dingen die niet makkelijk zijn.